Hans Esbach, je bent initiatiefnemer van het project Meer en het Glossy Magazine Meer. Hoe belangrijk is de vraag voor jou, is er meer? Ik hoop dat elk mens die vraag zichzelf stelt. Want als je dat niet doet, dan ben je erg kortzichtig. Hè? Dus dat je alleen maar in het hier en nu, dan ben je een soort platlander. En ik vind het geweldig om te zien dat op dit ogenblik in Nederland miljoenen mensen met die vraag bezig zijn. En ik vind het de dure roeping van de christen om in die zoektocht een eindje met mensen mee te lopen. Oké, en hoe loop je dan met deze mensen mee? De 12-jarige Jezus in de tempel is een mooi voorbeeld, vind ik. Want wat staat er? Hij luisterde. Dus ga niet gelijk jouw verhaal vertellen, maar laat eerst die ander ook zijn verhaal vertellen. En wees echt geïnteresseerd in die ander. Hij stelde vragen. Begrijp ik goed dat, hè? Maar hoe zie je dat dan? Hè? Dus vragen stellen. Dus niet gelijk met antwoorden komen, maar stel eens eerst vragen. Mm-hmm. Dan geeft hij op een gegeven moment, dan krijgt hij inzicht. Dat is de derde stap. Dus dat je echt op de golflengte van de ander bent. Zoals wij dus in dat magazine geprobeerd hebben, echt op de golflengte van de spirituele zoeker te komen. En pas dan geeft Jezus antwoord. En dan is iedereen onder de indruk van zijn antwoorden. Mm-hmm. Als wij als christenen die les van Jezus willen leren, dat we eerst luisteren, de goede vragen stellen, inzicht krijgen in de ander, dan zullen ook anderen openstaan voor onze antwoorden. Ja, oké, duidelijk. En als je het magazine nou leest, weet je dan aan het einde dat Jezus voor je zonde is gestorven? Bijvoorbeeld? Niet in die terminologieën. Dan weet je dat er heel veel inspiratie bij Jezus te vinden is. En dan ben je ongeveer 26 keer uitgenodigd naar de website te gaan. En daar kun je gratis de internetcursus Waarom Jezus volgen. Mm-hmm. Daar leer je dat Jezus voor je zonde is gestorven. Ja. En je hebt je enorm naartoe geleefd, lijkt mij. Want ja, je bent hier maanden mee bezig geweest. Toen je bezig geweest, hè, ja. Ja, en ja, hoe vaak heb je het woordje meer afgelopen maanden in je hoofd gehad? Ik wil het nooit meer horen straks. En ben je ook iets van plan om als volgend project te gaan doen? Daar zijn nog geen concrete plannen over. We hebben een stuurgroep van de 22 kerkgenootschappen en organisaties die dit van tevoren hebben voorbereid. En binnen die stuurgroep zal geëvalueerd worden en zal ook nagedacht worden van wat betekent dit voor ons voor de toekomst. Is dit gewoon eenmalig geweest? Hè? Ik ben vanaf het begin daar wel van uitgegaan. Maar ik hoor nu al geluiden dat mensen zeggen dit is zo essentieel in de doelgroep, zo goed. Wat kunnen we verder doen? Nou, maar dat moet al helemaal gestalte krijgen. Ja, want ook over een paar maanden als het magazine geland is, om het zo maar te zeggen, blijft die vraag natuurlijk wel actueel. Ja. Zoals je zelf aangaf, is er meer. Ja. Toch? Het is een vraag die heel rechtstreeks ingaat op dat die onvrede in de harten van heel veel mensen van is dit nou alles? Hey, ik heb mijn huisje, ik heb mijn hypotheek, ik heb mijn gezinnetje, maar is dit het dan? En dat verlangen naar meer leeft heel sterk in Nederland. Want we zijn wat dat betreft ontzettend plat geworden op het hier en nu gericht, op de centjes gericht. Dus ik vind het wel een geweldige uitdaging. Ja. En hoe belangrijk is het dat we als kerk mensen daar echt een antwoord op geven? Dan zei ik het ook gewoon mensen niet helpen en ze zelf laten uitzoeken. En geen magazine maken dus, of glossy. Ik vind het de dure roeping van elke kerkelijke gemeente en van elke voorganger om de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon. En dat dienstbetoon bestaat in het laten wapperen van je handen in de samenleving die ons nodig heeft. Maar ook in het laten gaan van je woorden in de zin dat je weet hoe je mensen naar Christus kunt verwijzen.